Wat wij willen van de gemeente is dat wij zeg maar, de kans krijgen om invloed te mogen hebben op de plannen. Bewoners van de Luit en de burgemeester Sprengerlaan in Ewijk hebben een brief gestuurd aan de gemeente Beuningen. Zij maken zich namelijk zorgen over het woningbouwprogramma Panorama 2040. Wij maken ons zorgen over de plannen, hoewel wij wel bewust zijn van de noodzaak van het maatschappelijk belang dat er woningen bij moeten. Maar we hebben wel de indruk dat het ten koste van de ambitie van de gemeente gaat. Die pretendeert rust, ruimte, groen en blauw. In totaal moeten er 950 woningen bijkomen. En op dit kleine stukje hier achter ons staan er eigenlijk 500 ingetekend. Persoonlijk wordt er natuurlijk een stukje uitzicht weggenomen. Dat is een stukje persoonlijk belang. En als je die plannen ziet, dan ga je ook eerst naar je eigen situatie kijken. Daarna ga je het breder trekken en dan ga je naar de wijk kijken. Je gaat naar het dorp in zijn geheel kijken. En als we dan zien dat in de laatste 40 jaar, waarin Beuningen en Ewijk met elkaar gefuseerd zijn, Ewijk al 300% is gegroeid. En de andere kernen minder dan 80% zijn gegroeid, wordt het een hele grote aanslag op deze dorpskern. Ik woon hier ook. Ik woon hier al bijna 30 jaar. En dus wat Marcel zegt, is natuurlijk ook een kwestie van, je bent al zo lang gewend aan de manier waarop je woont hier. En dat er gebouwd moet worden, ja, dat is wel een beetje bekend. Alleen de dichtheid van de bouw, maar ook zeg maar, wat ook gepland staat voor over 2-3 jaar, is dus het bouwen van 4 of 5 windturbines, wat er ook nog eens bij komt. Nou, dat effect is natuurlijk enorm, want we praten niet over een paar kleinere windmolens. Het zijn windmolens waarvan ze nu althans praten over een tiphoogte van 245 meter. Nou, dat is natuurlijk gigantisch. En ik woon aan die kant van het weiland. Dus wij kijken er pal op en we zien ze gewoon alle 5 zien we ze staan. En dat is nogal een inbreuk. De bewoners maken zich ook zorgen over mogelijke overlast van bouwverkeer en de aanleg van nieuwe wegen. Er is nu namelijk nog maar amper verkeer in de wijk. Ja, wij staan hier dan toevallig in een doorlopende straat. Dat is ook de reden dat ik er persoonlijk ben gaan wonen. We hebben de tekening erbij gehad die de gemeente heeft gepresenteerd. Daarin staan heel licht wel wegen getekend, ontsluitingswegen. Het zal waarschijnlijk niet vaststaan, maar daarin staat bijvoorbeeld dat de Luit een ontsluitingsweg gaat worden. Nou, dat kan niet als je hier zo'n hele grote wijk neer gaat zetten. Daar is het gewoon veel te smal voor. Wat wij willen van de gemeente is dat wij zeg maar, de kans krijgen om invloed te mogen hebben op de plannen. En als je, zoals je ziet wat het plan is als er zoveel woningen komen in dit stukje weiland en het aantal woningen, dan weet je bijna nu althans zeker dat gewoon de nieuwe huizen gewoon heel dicht tegen onze tuinen aankomen. Nou, dus wat zijn de plannen? Wat gaat er gebeuren? Komt daar nog, misschien is er ruimte voor een park? Is er ruimte voor water? Hè? De gemeente praat ook wel over veel groen en veel blauw, maar dat willen we dan ook wel, daar willen we graag over meepraten. Want de angst is inderdaad een beetje dat het wel heel dicht tegen onze tuinen aankomt en dat is gewoon niet prettig. De gemeente Beuningen vindt het nu nog te vroeg in het proces om een reactie te geven. De raad neemt kennis van de reacties die binnenkomen en gebruikt dit later om een oordeel te vormen over het Panorama 2040 project.